Mijn naam is Bart van de Wielen. Ik werk als Solution Consultant voor Adobe Benelux. Ik zit in België, Luxemburg, Nederland. Ik doe deze sessies heel vaak, ook heel graag. Ik hou van Photoshop, ik hou van Lightroom. En zeker vast de tips vinden mensen altijd zeer leuk. Dus probeer goed mee te volgen. Schrijf dingen op die je kunt. Wil je dat ik zaken herhaal? De stand is hier net om de hoek. En dan gaan we dingen nog eens rustig gaan bekijken. Okay? De sessiebeschrijving officieel was de 10 tips en tricks. En ik had die beschrijving daar gemaakt. En uiteindelijk dacht ik zo, eigenlijk heel recentelijk, als in 2 dagen geleden, van maar 10 tips. Anders doe ik gewoon 10 tips per programma. Laten we proberen. Ik heb, zoals ik zei, ik heb mijn tijd nodig. Dus we gaan zien of we gaan geraken, ja of nee. Sommige tips zijn zeer simpel, als je gewoon een klikje hier en daar, en dat is het. We zitten met een zeer gemengd publiek. Mensen die beginnen met de programma's, mensen die al meer ervaring hebben met de programma's. Andere tips zijn een heel stuk geavanceerder. Dus ik heb geprobeerd om voor iedereen iets te voorzien. Oké? Okay? Goed. Dus Lightroom, Photoshop, zit in het fotografieabonnement van Creative Cloud. Wil je daar meer informatie over? Opnieuw, de stand achter jullie rug. Ziezo, tot zover mijn presentatie. Fantastisch, hè? Goed, we gaan niet afsluiten. Ik heb mijn tijd nodig, zoals ik zo meteen zei. Ik start met Lightroom. Goed, we starten hier in Lightroom. Oké, het eerste wat ik ga doen is gewoon een kleine tip wanneer je met metadata aan het werken bent. Bijvoorbeeld, ik heb hier wat metadata staan. Ik heb wat afbeeldingen staan hier in deze huidige collectie. En wat sommige mensen graag gebruiken hierbij, is deze hier onderaan. Is de sprayer, dat klein kannetje waar je mee kan gaan sproeien, de painter. En je kan hier uiteraard gaan kiezen wat je uiteindelijk daarmee gaat gaan toepassen. Nu, als je uiteindelijk kijkt naar de informatie die hier uiteindelijk staat. Even kijken, hier. Zo bijvoorbeeld. Ik kijk naar metadata. Als je het item gebruikt en je gaat naar de keywords, ja, om sleutelwoorden te gaan toekennen, dan heb je dus uiteraard de mogelijkheid om dingen te gaan typen. En dan ga je gewoon sproeien en dan pas je de keywords toe. Maar wat je ook kunt doen, als je iets visueler wilt gaan, is hetzelfde icoontje pakken en de shift-toets vasthouden. Als je shift vasthoudt, dan krijg je opties. Aha, verborgen. Shift. En dan kan ik zelf de suggesties gaan nemen. Ik heb trouwens al de shift-toets vast. Zelf suggesties gaan pikken die ik hier uiteindelijk heb. Bijvoorbeeld, ik wil dog hebben, funny, home en weet ik veel allemaal. Je kan trouwens ook hier gaan kijken naar andere categorieën. En op die manier heb ik meerdere items hier al zelf ingezet. Dan moet ik niet alles gaan typen, want dan heb ik me mistyped en dan moet ik weer andere dingen gaan doen. En op basis daarvan kan ik gewoon klikken en slepen. Ziezo. En nu heb ik al deze keywords toegepast op heel deze reeks met foto's. Okay? Shift vasthouden, krijg je opties. Wil je dit ongedaan maken? Je kan ook de Alt-toets vasthouden en dan wordt jouw icoontje zo'n klein gommetje. En dan kan je gewoon zeggen Alt vasthouden en gom alles gewoon terug weg. Want soms, als je klikt en sleept, soms glij je uit. Oeps, foto's moest ik niet hebben. Alt terug weg doen. Ik zie veel te veel mensen foto's selecteren en dan naar keywords gaan en dan backspace, backspace, backspace. Niet meer doen, oké? Okay? Dus shift vasthouden bij de sprayer. Tip nummer 1. De volgende tip heeft te maken met de development modus. Dus wanneer je bezig bent met... even hieruit gaan wel. Wanneer we bezig zijn met de development modus, hier aan de rechterkant hebben we heel wat opties. En deze opties zien er uiteraard zo uit. Gisteren heb ik er even mee gespeeld, maar sommige mensen verliezen hun weg hierin. Want je kan eindeloos blijven doorscrollen. Ja? En je gaat in feite voorbij heel wat van deze opties gaan om uiteindelijk te geraken waar je moet zijn. En dat is soms een beetje lastig, want op een duur heb je zoveel van die balkjes dat je niet echt goed weet welke heb je nu nodig. Sommige lijken op elkaar, enzovoort, enzovoort. Dus misschien zou het handiger zijn om gewoon van boven naar onder, stap voor stap, doorheen al die stappen te gaan om het beeld te gaan optimaliseren. Dus wat je kunt doen in de plaats, is je kan hier eventjes kijken naar dit venster hier aan de rechterkant, wat ik trouwens nu toon werkt ook aan de linkerkant. En ik ga rechtermuis klikken, en daar kies ik voor solo-modus. Solo. Oké, kijk. Klik op solo. En plots sluiten al die dingen onderaan. Alles is dicht. En wat ik nu in feite heb, is nu kan ik rustig werken bijvoorbeeld aan de basic opties. En zeg ik van, ja, maar nee, ik wil nu eens kijken naar de detail opties. Kijk, als ik nu klik op detail, klik, dan sluit basic automatisch eerst en dan heb ik enkel deze open. Dus je kan er maar 1 tegelijk open hebben op deze manier. Anders heb je weer die eindeloze lijst met zaken. Dus hier, makkelijk. Rechtermuisklik, je kiest solo modus en dan kan je daarmee gaan spelen. Ben je geen fan van solo-modus, dan kan je eventueel, indien je wenst, ook gewoon de Alt-toets vasthouden. Dan kan je ook individuele items gaan openen en gaan dichten. Op die manier heb je zo'n beetje het beste van beide werelden. Opnieuw Alt klikken of eventueel rechtermuis klikken. En we kiezen voor de solo-modus. Goed. Heel wat sneltoetsen zitten ook in Lightroom. Elke toets lijkt wel iets te doen. Niet iedereen vindt zijn weg terug naar een lijstje, een handig overzichtje, om heel vlug je dingen te leren, om dan te gaan onthouden. Dit is een heel basic tip, maar
helpt heel wat mensen vooruit, zeker als je beginner bent. Gewoon via het helpmenu, wat er gewoon altijd staat, maar heel weinig mensen naartoe gaan, kan je gewoon hier kijken naar bijvoorbeeld de Develop Module Shortcuts. En daar vind ik bijvoorbeeld enkele sneltoetsen terug die je kan gaan gebruiken in deze huidige development modus. Okay? Goed. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Library en ik ga naar Help, heb ik de Library Module Shortcuts en heb ik deze toetsen. Dus elke module gaat andere toetsen gaan gebruiken en via diezelfde optie bovenaan kan je onmiddellijk zien wat eigenlijk is. Als je jezelf betrapt van, goh, ik ben altijd beelden aan het goedkeuren of aan het afkeuren of bepaalde scores of een kleur aan het geven, kijk eens naar die toets daar, onthoud hem en dan kan je vanaf dat moment blijven doen. En dan ga je blijven kunnen hergebruiken voor jouw volgende sessies hier in Lightroom. Goed, de volgende is... iets wat ik hiermee ga gebruiken, heeft te maken met barcodes. Ik had een klant onlangs en die zegt tegen mij van, kijk, we moeten 400 beelden shooten per dag. 400 beelden. Productfotografie. En we hebben een database met barcodes en we zouden graag hebben dat elk beeld dat we foto's van nemen, het ging over kledij trouwens, als we daar foto's van nemen, dan is het de bedoeling dat we uiteindelijk de barcodes hebben van die kledij, hè? En de afbeelding zelf moet een naam krijgen van het cijfer van die barcode en nog eens een nummer achter. Nummer 1, nummer 2, nummer 3, enzovoort, enzovoort. Ze hadden barcodes, scanners en van alles en nog wat. Maar al die toestellen die speelden niet zo mooi samen met elkaar. Okay, daar waren problemen mee, want dat was niet compatibel met dit, enzovoort, enzovoort. En toch was het heel belangrijk dat de juiste barcode uiteindelijk daarbij was. Wat is de oplossing? Onmakkelijk. Je neemt een foto van de barcode, zoals hier, voordat je het product gaat shooten. Gewoon... camera, klik, klaar, goed. En nadien shoot je in feite, dus maak je foto's van al je product. In dit geval de foto's die hier staan. Je gaat naar het volgende product over, opnieuw, nieuwe barcode. En je doet in feite verder. Goed, dus in feite heb ik barcode, foto's, barcode, foto's. Wat je kunt doen is, je kan een plugin downloaden. Lightroom heeft heel veel gratis plugins die je kunt gaan gebruiken. En wat je kunt doen is, er is een bepaalde plugin die zich hier gaat zetten. En dat heet LR Lightroom barcodes. Moet je eens googlen. Gratis plugin. Werkt hiermee. Dus wat ik kan doen is het volgende. Is ik kan alles selecteren en dan zeggen File, Plugin Extras, Run Barcode Detection. Zoek naar barcodes in mijn foto's. En hij zoekt nu in mijn 17 foto's. Zie zo. 17 foto's, 2 barcodes gevonden. Interessant. Druk op oké. Nu. Hij heeft dus deze barcode en deze barcode gevonden. Nu, als ik eventjes kijk naar de metadata hiervan, dan heb ik een preset erbij gekregen. Dus bij een lijst van metadata heb ik een LR barcodes categorie erbij. En daar zie ik het type barcode en het cijfer. Dus hij heeft dat herkend. Oké? Goed, mooi. Dat lost al één ding op. Dus nu heeft deze afbeelding en deze afbeelding de barcode-informatie als metadata. En nu is de bedoeling om dat te kopiëren naar al die andere beelden die erop zitten. Dus ik moet in feite zorgen dat alles wat na deze barcode komt, de code heeft of het cijfer heeft van de voorgaande afbeelding. Hetzelfde hier. Vanaf dit moment moet de informatie die hierin staat hierop worden overgekopieerd, enzovoort, enzovoort. En dan gebruiken we gewoon opnieuw de plugin. File. Plugin extras, metadata propagation, het doorgeven van. Klikken we even. Hij geeft dan een voorvertoning welk cijfer wordt doorgegeven. Ik zeg van kijk, neem de informatie uit de barcode content, dus dat cijfertje, en kopieer het naar, ik heb gekozen voor de titel. Title. Oké, klaar. Dat is het. En nu heeft elke afbeelding, klik in de gewone metadata, in title, zie je, daar staat dat getal. En nu is het een kwestie van de beelden te pakken die je wil exporteren. Ik heb even de barcodes erbij genomen. Je kan dus nooit ook een preset maken in de filters, dat je alles toont wat geen barcode heeft. Maar maakt even niet uit. En dan zeg je gewoon weg, exporteer. Ik heb een preset gemaakt, barcode. En dit ga ik even zetten in een nieuw mapje op mijn desktop. Mijn foto's, choose, export. En nu worden mijn beelden geëxporteerd. Wat is het resultaat hiermee? Het resultaat, desktop... mijn foto's, submapje, is effectief alle bestanden die de barcode zelf dragen met nummers bij. En je ziet dat hij duidelijk switcht als we naar het volgende product overgaan. Lost heel wat problemen op als je vaak bezig bent met productfotografie en met barcodes. Moet je zeker vast eens checken. Beetje langere tip, maar die wil ik je zeker vast niet gaan ontzeggen. Goed, de volgende heeft te maken met scherm. Dames en heren, de aanzienlijke mededeling betreft het Renault Clio met kenteken 23 Hendrik. Ik zal tippen, Hendrik. Renault Clio, kenteken 23. Hendrik zal tippen, Hendrik.
Vriendelijk verzoek uw auto te verplaatsen. U blokkeert de doorgang van de catering. Dank u wel. Goed. Catering is belangrijk. Goed. Even kijken. Beelden opscherpen. Beelden opscherpen is heel handig. Je gaat naar de detailopties, daar heb je de amount die je kan aanpassen. Hoeveel scherpte moet ik opgeven, ja of nee? Maar je merkt heel snel op dat alles wordt opgescherpt. Alle poriën, alle details, al het haar wordt altijd opgescherpt. En je wil soms bepaalde individuele zaken gaan opscherpen, zeker in portretten. Denk aan de ogen, de neus, de lippen, de oren, enzovoort, enzovoort. Maar niet altijd de poriën en alle andere details. En daarvoor hebben we de masking-optie, die in feite ervoor gaat zorgen dat we dus eigenlijk enkel bepaalde regio's wel en niet gaan opscherpen. Het probleem echter is, weinig mensen weten wat ze wel en niet gaan opscherpen. Ze trekken dan dat schuifbalkje, ze zien dingen gebeuren, maar is het beter? Ik weet het niet. We hebben geen echt overzicht. Wat gaan we nu opscherpen? Goed, kleine tip. Hou de Alt-toets ingedrukt en gebruik dan masking. Kijk wat er gebeurt. Kijk dit. Zie je? Zie je dat beeld? Kijk. Alles wat wit is, wordt opgescherpt. Dus ik ga dat Alt slepen. Zoiets. Voilà. En nu kan ik enkel deze omtrekken in de foto gaan targeten, als het ware. Ik ga even loslaten. En nu weet ik dat als ik mijn scherpte ga vermeerderen, mijn radius en andere zaken, dan ga ik ook alleen maar hier, het is moeilijker zichtbaar op de projectie uiteraard, maar ga ik enkel op deze manier hier de scherpte gaan toepassen op de zones die ik hier zie in mijn foto. En dan kan je heel gericht weten wat heb ik opgescherpt, wat heb ik gemaskeerd. In dit geval zijn de ogen, neus en alle andere omtrekken scherper, maar niet de details hier op de huid, want die willen vaak heel glad hebben. Ziezo, makkelijker en leuker scherpen in Lightroom. Goed. Oké, laten we even verder kijken naar de volgende tip. Even kijken hoe laat is het. Het is 12 uur. Ik heb nog tijd. We zijn goed bezig. Oké. Ik heb 20 tips. Dat is altijd veel. Oké, in ieder geval. Laten we eens kijken hier. Alle foto's hier. Andere tip is ook heel snel, heel makkelijk. Dat heeft te maken met het gebruiken van een blauwe lucht. Okay, als je een foto hebt met een blauwe lucht, neem nu bijvoorbeeld deze die hier staat. Wat we heel graag willen doen, is de lucht nog blauwer maken. Oké, nog blauwer. Hij is al vrij blauw, moet ik zeggen. Dat geef ik best wel toe. Maar we kunnen er nog ietsje meer bij gaan doen. En wat je daarvoor kunt gaan gebruiken, is uiteraard hier in de development modus allerlei opties. Maar er is één optie die specifiek hier heel goed mee is. Oké, dus onthoud hem. Als ik even kijk hier naar deze optie, dus HSL, dus Hue, Saturation en Luminance. Dus de kleurtint, de kleurverzadiging en de kleurhelderheid, als het ware. Okay. Heel veel mensen gaan aan deze zaken gaan kijken. Maar luminance is een heel belangrijke. Want als je bijvoorbeeld in deze scenario's naar luminance gaat en daar ga je naar de blauwe slider, dan ga je rechtstreeks, zie je, de lucht altijd vast hebben. Dat lukt bijna altijd in jouw foto's waar iets of wat blauw detail gaat inzitten. Dus enkel dat ene slidertje gaat ervoor zorgen dat je eigenlijk heel snel al een veel, veel intenser, veel dieper lucht gaat hebben. Het is uiteraard een beetje overdreven in dit geval. Dat is gewoon puur om het duidelijk te maken tijdens de demo zelf. Maar als je een blauwe lucht ziet, van een beetje meer pit, luminance, blauw. Oké? Okay? Kan je onthouden? Makkelijk om te doen. Goed. Een andere die niet zo vaak gebruikt wordt, is... laat me even een foto pakken. Ik neem deze bijvoorbeeld. Ziezo. Is wanneer je bezig bent met de rest van de aanpassingen hier, let erop dat sommige van deze opties hier zo'n klein bolletje hebben. Wordt niet zo vaak gebruikt. Goed, dat bolletje staat hier. Als ik bijvoorbeeld even kijk naar... even naar boven gaan. Toonkurven. Hetzelfde principe. Toonkurven is een zeer krachtige optie om mee te gaan retoucheren. Maar wordt ook niet zo super vaak gebruikt. Er staat ook zo'n bolletje. En weinig mensen weten eigenlijk hoe ze dit histogram moeten lezen. Okay, want ze zien hier zo'n soort bergachtig landschapje in de achtergrond staan. Zie je? Dat zit achter die curve. En men weet niet zo altijd even goed, wat is dat nu eigenlijk? Dat is eigenlijk heel belangrijk om te lezen. Dan zie je perfect hoeveel schaduwen, midtonen en hooglichten je hebt in de foto zelf. Maar we willen niet echt altijd dat ding proberen lezen. We willen gewoon op de foto werken in de plaats. Dus als ik bijvoorbeeld hier even kijk in deze curve zelf, we kunnen ergens klikken en dan slepen, allemaal zeer leuk. Maar we weten niet echt altijd welk gedeelte in de foto ga ik nu gaan aanpassen. En daarvoor hebben we dit bolletje. Als ik dit bolletje aanklik, dan heb ik een andere cursor plots, zie je? En die insinueert dat ik omhoog en omlaag kan slepen. Kijk, als ik nu bijvoorbeeld mij zou concentreren op misschien dit stukje hier en ik klik aan sleep, zie je, dan ga ik mij baseren
op de curve, aan de rechterkant, zie je, dat ik op dat punt mee ga concentreren bijvoorbeeld, om die dingen te gaan aanpassen. Zie je? Of misschien hier. Zie je? Zo kan je specifiek die helderheid gaan beginnen targeten. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als we met kleur bezig zijn. Opnieuw, ik ga eens overdrijven. Ik ga hetzelfde bolletje pakken hier. En dit truitje bijvoorbeeld, ik weet niet hoe, is het meer magenta? Is het meer paars? Is het rood? Is het oranje? Ik weet het niet. Oké? Okay? Ik weet het niet. Dus ik ga gewoon dit bolletje pakken. Ik ga hierop gaan. Kijk, en dan ga ik onmiddellijk, zie je, hiermee gaan verder werken. Nu, uiteraard, de huid verkleurt ook gedeeltelijk. Dat is normaal, want er zitten ook rode pigmenten in. Maar je ziet duidelijk dat er blijkbaar zowel heel veel rood als oranje in zit. Dus je moet even gewoon concentreren naar de balkjes aan de rechterkant. Dus vergeet het model even. Dan zie je dat ik eigenlijk die aan het aanpassen ben. Dus je kan in feite heel gericht gewoon hierop klikken en slepen. En dan ga je de juiste balkjes gaan aanpassen die van toepassing zijn voor dat stuk in de foto eigenlijk. Zie je? Het gaat je ook een heel stuk verder helpen. Heel belangrijk ook als je met heel wat felle kleuren bezig bent. Dus gebruik die gereedschappen en ga niet altijd even blind alle balkjes af om maar te zien welke uiteindelijk was. Want hier uiteindelijk heb ik een aanpassing gemaakt en ik heb eigenlijk enkele balkjes verschoven die voor mij vrij onverwacht zijn. Ik van, ah, ik wist niet dat er een beetje aqua in zat, bijvoorbeeld. Heb ik ontdekt om dat op die manier te gaan toepassen. Kan je zo gaan doen zonder enig probleem. Er bestaan trouwens ook gelijkaardige opties hiervoor in Photoshop. Gelijkaardig icoontje, ook klikken en slepen. Komt allemaal goed. Oké. Voorkeuren moet je altijd bekijken in Lightroom. De voorkeuren. Lightroom menu, okay, voor de Apple gebruikers. Lightroom menu linksboven. Windows gebruiker, het menu edit, bewerken. Okay. Daar vind je de preferences, de voorkeuren. Altijd even kijken onder de motorkap. Onder de motorkap hebben we de interessante opties. Ik ga ze niet allemaal gaan overlopen, er is maar eentje die mij interesseert momenteel. En dat is file handling. Okay. En in file handling, onderaan, hebben we de camera cache settings. Wanneer je veel beelden binnenhaalt, ja, dan gaan we previews beginnen maken in Lightroom. Ja, previews misschien in volledige schermmodus, een full screen modus. We gaan smart previews beginnen maken. En al die dingen, al die previews, dat kost jou ruimte op je harde schijf. Dus wat je kunt doen is, je kan hier jouw cachegeheugen gaan uitbreiden. Dat stond eigenlijk op 1 initieel. Dat is niks, dat is echt niks. Okay? Dus als je veel foto's hebt, verhoog dat ding. Dan ga je meer ruimte inpakken op je harde schijfval. Je gaat meer ruimte toekennen aan Lightroom. Maar dan ga je comfortabeler kunnen werken. Ik heb behoorlijk wat mensen gezien, vandaag, gisteren en eergisteren. En heel soms hoor ik van, ja, mijn Lightroom is een beetje traag aan het worden. Misschien moet je Lightroom een beetje meer ademruimte geven. Okay? Pas de cache aan, dan kan je al heel wat verder mee. Dus configureer je programma, zeker als je er heel veel mee gaat gaan doen. Oké. Okay. Nu we toch bezig zijn over performantie, gewoon even een algemene kleine tip. Bepaalde bewerkingen die je hebt in Lightroom zijn zeer intensief voor je computer. Want we hebben vaak grote resoluties, grote afbeeldingen, vrij zware afbeeldingen. 5 megabyte, 40 megabyte, misschien zelfs meer. En bepaalde van die bewerkingen, ja, die moet Lightroom live blijven renderen in Lightroom zelf. Ja, dat ga je niet onmiddellijk merken op je harde schijf, want die aanpassing is metadata. Dat zit eigenlijk in een aparte XMP-file. Nee, wel, lastig verhaal. En het ding is dat die bewerkingen zijn zeer moeilijk om bij te houden de hele tijd voor je hele catalogus, wanneer je ermee bezig bent. Dus daarom raad ik u heel sterk aan dat als je bezig bent met aanpassingen in de develop-modus, dat je bepaalde aanpassingen als ruisonderdrukking, dus noise reduction, lenscorrecties en scherpte, ja, beelden opscherpen, dat je die tot het allerlaatste houdt. Okay? Dat zijn de zwaarste om te renderen. En voor sommige grote beelden ga je een heel significant verschil merken in performantie in je programma. Als je nadien zegt van kijk, goh, we gaan nog een beetje dingen retoucheren, we gaan wat kleuren aanpassen, met de curve spelen, doe die andere dingen op het einde. Dus opscherpen, noise reduction, lenscorrectie. Okay, dat zijn de 3 moeilijkste om te werken in je programma. Is je computer niet zo super performant? Dat gebeurt wel eens. Veel hobbyisten hier vandaag en de komende dagen ook. Dus check dat eens, dat ga je in ieder geval fameus gaan helpen. Goed. De laatste die ik eventjes ga vertellen, en dan ga ik naar Photoshop over, heeft te maken met de catalogus zelf. Ik heb een paar keer de vraag gehad van mensen van kijk, mijn catalogus, ik gebruik die al een tijdje. Dat ding blijft maar groeien. Elk jaar heb ik nieuwe klanten, nieuwe foto's, nieuwe trouwfeesten. Kom ik weer terug met 5000 foto's. Wat kan ik doen met die catalogus? Om bijvoorbeeld van een ene computer naar een andere computer te gaan. Dat is heel courant. Moet ik dan al mijn foto's selecteren en gewoon manueel overkopiëren? Maar dan heb ik mijn catalogusbestand niet, dan heb ik mijn cachebestanden niet. Wat moet ik daarmee doen?
Of misschien wil je werk doorgeven. Zeg je van, kijk, ik heb een vriend van me, die gebruikt ook Lightroom. En ik heb hier wat zaken in elkaar geboxt. Ik heb een reeks van foto's, maakt niet uit hoeveel er precies zijn. Ja, dat is eigenlijk van hem. Dat is een jobje voor hem. Hij mag die reeks doen. Het huwelijk, de buitenopnames zijn voor mij. En hij mag gerust het feest retoucheren. De foto's van het huwelijk feest in de plaats. Ik zeg maar iets. Goed. Maar ze zijn allemaal binnengekomen in mijn bibliotheek, in mijn catalogus. Goed. En misschien is daar al een selectie geweest. Is er al metadata, scores, misschien heb ik al iets bijgesneden of gedaan. Ik wil die zaken gaan doorgeven. Goed. Wat je kunt doen hiervoor is het volgende. Ofwel selecteer je niks. Ja? En dat is heel vaak bij de Adobe-applicaties. En dat is dat niks selecteren hetzelfde is als alles selecteren. Okay? Oftewel maak je specifieke selecties. Bijvoorbeeld selectie van foto's. Pak nu eens foto's hier. Of je gaat naar een collectie, enzovoort, enzovoort. Dus je kiest, wat wil je gaan exporteren? En je hebt hier een exportknop. Import, export. Als ik klik op import, wat ga ik importeren? Beelden. Meer beelden binnenhalen. Als ik op export klik, wat ga ik exporteren? Weer beelden. Wat ga ik doen in de plaats? Ik had de alt-toets ingedrukt. Kijk wat er gebeurt. Alt. Dan wordt dat importeren catalogus of exporteer de catalogus. Interessant. Dus ik zeg exporteer de catalogus. En dan kan ik kiezen wat ik ermee ga doen. Momenteel heb ik 15 foto's geselecteerd, dus ik ga enkel 15 foto's pakken en daar een mini-catalogus van maken. Dat ik kan doorgeven aan iemand anders. Misschien een backup kan opslaan op een harde schijf, of misschien op DVD branden, weet ik veel wat. Ik kan zeggen van, kijk, exporteer alleen de geselecteerde foto's. Of, nope, pak maar alles. In dit geval alles. Mijn hele database. Perfect voor overzetten van oude computer op nieuwe computer. Of als backup, of weet ik veel wat. Neem de negatieve files erbij, de smart previews, alles wat ik simpelweg wil. Ik zeg dan, ik ga het even op 15 houden. Desktop. Dit is er allemaal, even het mapje maken. Hallo. Hallo 2. Goed, ik heb nogal wat zaken hier. Catalogus. Exporteer. Alles wordt geëxporteerd. Linksboven zie je de progress. Heb je heel wat foto's, doe dit voor het slapen gaan. Oké, okay? En slaap eens goed uit. Nu, we gaan eens kijken hier. Lightroom, desktop. Ik had weer een super origineel naam, Hallo 2. Hier hebben we. Catalogus. Ik krijg een aparte catalogus met alle previews, alle data. En gewoon een keer hier specifiek alle afbeeldingen ook nog eens bij in de originele submappen die we daarvoor hadden. En als je die catalogus opent, geen beelden die ontbreken, geen mappen die ontbreken, blijft perfect intact. Dat is wel een leuke om je af te sluiten. Tijd voor Photoshop. Oké. Okay. Ik ga lang met Photoshop. Het is een fantastisch programma. Zie je zo. En laten we eens kijken wat we daar allemaal mee kunnen gaan doen. Een van de technieken die ik vaak, heel vaak gebruik, is ik hou van deze gereedschappen die hier staan. De Dodge Tool en de Burn Tool. Deze twee. Okay? Goed. Het probleem daarmee is, als ik bijvoorbeeld dit gebruik, bijvoorbeeld Dodge Tool wordt heel vaak gebruikt om tanden witter te maken, bijvoorbeeld, of een beetje bepaalde regio's te gaan verdonkeren. Als ik nu gewoon hierover zou schilderen, okay, goed, is compleet erover natuurlijk, maar goed, dat is het effect wat ik ga krijgen. Nu, allemaal zeer goed, maar het probleem is, dit is allemaal destructief. Ik kan niet teruggaan later. Ik ben op de pixels aan het schilderen. Dan kan je zeggen van, oh, maak dan maar een transparante laag aan en dan gaan we nu dodgen. Ah nee, dat werkt niet, want er is geen informatie op die laag. Goed. Hoe kom je eronder uit? Hoe kan je toch met een trucje non-destructief de Dodge Tools en de Burn Tools gaan gebruiken? Oké? Okay. Goed. Wat gaan we doen als volgende? We maken een nieuwe laag aan. Nieuwe laag. Vul de laag met neutraal grijs. 50% grijs. Welke kleurwaarde is dat? Wel, als je twijfelt, ga je gewoon naar Edit, dus bewerken, vullen, fill, en die zit al klaar. Die zit hierin. Als je ooit twijfelt, doen. Oké? Okay. Oké. Okay. Boom. Nu, ik ben op zoek naar een manier om dat grijs terug transparant te maken. En daarvoor heb ik de blending modes, de overvloeimodi. Ja? En de overvloeimodi, dat is een hele lijst met opties, en er zitten streepjes tussen. En die streepjes duiden de families aan. Ja, er zijn families. En wat maakt ze familie? Ze hebben dezelfde neutrale kleur. Wat is een neutrale kleur? Neutrale kleur wil zeggen dat als je een van die items pakt uit een bepaalde familie en ze hebben een neutrale kleur op die laag, wordt die kleur transparant. Bijvoorbeeld, iemand uit deze familie, deze optie, gaat alles wat wit is, transparant maken.
Daarom staan schaduwen altijd op multiply, vermenigvuldigen. Schaduwen verdonkeren altijd door wit weg te halen. Omgekeerd voor deze categorie, die gaat zwart weghalen. Maar deze categorie gaat 50% grijs weghalen. Dus ik kies voor overlay en boom, laag is weg, alsof het nooit geweest is. Dus alles wat nu donkerder is dan 50% grijs, ga je zien. Alles wat lichter is, ga je ook zien. Dus als ik hier mijn gereedschap op ga gebruiken, dit een beetje lichter maken. Of, trouwens een kleine tip, als je Alt indrukt, switch je automatisch naar het tegenovergestelde. Dat is bijvoorbeeld de Burn Tool. Zoiets bijvoorbeeld. Wat ik eigenlijk doe, ik ga even normaal gaan, is dit. Zie je? En dat is het eindresultaat wat ik heb. Als ik dat trouwens ook eventjes verplaats, dan zie je. Ja, dat het eigenlijk gewoon een verdonkering en een verlichting is dat ik heb. En ik gebruik dit zelf eigenlijk heel vaak in heel wat van mijn projecten. Om eventjes een beetje te spelen met licht. Okay? En het is perfect allemaal non-destructief. Zeg je van, ja, maar ik ben te ver gegaan. Oké, geen probleem. Dan nemen we gewoon neutraal grijs. 3 x 128 is dat. Of maak een swatch aan, een kleurstijl. En dan kan je terug gewoon met je penseel de boel terugverven zoals het was. Je kan altijd teruggaan. Onthouden, gebruik ik zelf heel vaak. Ik heb heel vaak fotomontages gemaakt in de reclamesector voor frisdranken, voor kattenvoer, weet ik veel allemaal. Ik kan niet veel reclame maken voor alle merken, maar heel vaak gebruikt. Heel vaak nodig gehad in de studioomgeving trouwens. Ziezo. Dus non-destructieve dodge and burn. Goed. Er is een verandering geweest in een van de laatste versies van Photoshop. Ja, in Creative Cloud versie. En vreemd genoeg hebben we daar niks mee gedaan qua promotie. We hebben daar geen filmpje rond gemaakt, hoe of wat, maar het is heel wat anders. Wat je kunt doen is het volgende. Als je bijvoorbeeld werkt in een bepaalde compositie, ja, en bijvoorbeeld een compositie waar wat meer lagen in zitten, ziezo, pak nu zoiets, daar zitten wat lagen in, al wat complexer, en je bent bezig met aanpassingen, aanpassingslagen die je wil maken, bijvoorbeeld deze hier. Iedereen heeft dit al eens gedaan. Aanpassingslaag maken, enkel toepassen in de laag die eronder zit. Al die dingen. Dan heb ik die erin, die erin, die erin. En soms als je verschillende van die aanpassingen hebt, wordt dat zo'n stapeltje. En als je dan ooit één keer misklikt, je bent één keer slordig, en je verplaatst iets, pak nu, ik ga dit verplaatsen naar daar, zie je dat alles verspringt, omdat alles gekoppeld is aan elkaar. En dat is een beetje lastig. Dus wat we kunnen doen in de plaats, is ervoor zorgen dat we de aanpassingslagen, ik spreek specifiek over de aanpassingslagen, kunnen linken met de laag waar je op toegepast wordt. Nu je kan denken van, ja, linken, dat ken ik al. Dan moet ik gewoon dit doen, dat erbij selecteren en dan een link-icoontje, klaar. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel echt erop toepassen. Goed. Laten we terug gaan hier. Hetzelfde scenario. Goed. Je kan zeggen van, bon, ik ken de non-destructieve lagen wel, ik kan dit gebruiken, goed. Maar dan zit je met dat ene probleem. Je kan zeggen van, ik ga dit gaan gebruiken destructief rechtstreeks op mijn beeld. Kan ook, maar dan kan je niet terug. We gaan een beetje een tussenmaat gebruiken. Kijk, heel belangrijk, rechtermuisklik, maak er een slim object van. Smart object, ik ben dol op smart objects. Ziezo. En nu kijk wat er gebeurt als ik via deze weg iets toepas. Bijvoorbeeld curves. Pak nu zoiets. Okay. Niet let op het resultaat, het is niet mooi, maakt even niet uit. Druk op oké. Okay. En dat wordt nu geplakt aan de laag, als een filter. Ik kan dit masker weggooien, heb ik eigenlijk niet nodig. En nu heb ik perfect curves die alleen maar daar worden toegepast. Zie je? Curves en misschien nog iets. We zijn toch bezig, hè? Curves en weet ik veel wat. Kijk, we gaan hier een beetje spelen met de kleuren. Blauw bijvoorbeeld, we gaan blauw wat desatureren, misschien wat bijsatureren. Echt, het is fantastisch lelijk. Wordt er ook toegepast, zie je? Dan kan je mee gaan spelen, dan kan je zo gaan gebruiken. En het voordeel hieraan is dat als je nog lagen hebt, pak nu zoals deze, en deze zou ook een slim object zijn, dan kan je gewoon dit pakken, alt slepen, boom. En je kan diezelfde zaken ook op andere lagen gaan beginnen dupliceren en alt slepen. Dan kan je ze mooi dichtklappen, openklappen, zonder enig probleem. Het is een alternatief voor de aanpassingslaag die loshangt en toch non-destructief kunnen gaan werken. Ziezo. Mooi. Goed, even kijken waar we zitten. Even kijken trouwens. Ik weet niet van buiten hoeveel tijd ik eigenlijk nog heb nu. Ik ben begonnen om 45, geloof ik. Hè? Ja, oké, 45 begonnen. Dat is half. Oké, ik heb nog 12 minuten. Cool. Goed, de volgende. Goed. Oké. Okay. Dit is heel basic, maar ik zie zoveel mensen hier tijd aan verliezen. Goed. Ik neem een item, de haai.
Hi. Shark. Shark zit hier. Goed, dubbelklik. Ik ga, normaal zou ik het zelf brushen, daar niet van, maar ik ga het nu even gewoon automatisch doen. Pas schaduweffect toe. Ja, ik ga het harder maken, dat je het allemaal duidelijk ziet. Goed. Schaduw is niet goed. Schaduw moet naar beneden, op de bodem. Goed, dus... Oké. Eerlijke vraag. Eerlijk. Ik zie je gezicht niet, want ik heb tegenlicht. Oké, dus steek je hand op. Ik zie wel je hand. Dit hier, ja, de distance aanpassen enzovoort. En de angle aanpassen. Oké. Wie doet dat via deze weg? Wie gaat dit aanpassen? En dan via hier, enzovoort, enzovoort, die dingen aanpassen. Wie doet dat wel? Ik heb het altijd gedaan. Ik denk eigenlijk de meeste mensen hier. Goed. Doe dat niet. Niet meer. Kijk. En als je dit opzij schuift, zet de schaduw waar hij moet staan. Verplaats de schaduw. Oké? Dit heeft er altijd al in gezeten. Altijd al. Niemand gebruikt dit. Zet de schaduw waar hij moet staan. Verlaag opaciteit. Makkelijk. Zelfs in andere dingen. Zelfs moest ik zeggen van kleuverloop. We gaan nu echt kleuverloop gaan gebruiken. Iets natural bijvoorbeeld. Misschien om onderaan wat donkerheid te hebben. Dat kleuverloop, dat moet er zus of zo uitzien. Ik pak nu zoiets. Even overdrijven, disco high. Goed. Ja, maar hij moet een beetje hoger. Oké, versleep het kleuverloop. Oké? Heel veel zaken die je hierin steekt, kan je gewoon klikken en slepen. Oké? Gaat jou zoveel tijd gaan besparen. Vullagen, net hetzelfde. Vullaag, neem nu bijvoorbeeld een vullaag hier. Gradient. We gaan even voor een volle kleur gaan. Zoiets. Ja. Ja, dat is wel mooi, maar misschien moet hij een beetje hoger. Oké. Versleep het. Zet het zo klaar. Oké? Dus niet in de slider van... ik weet het niet. Slepen. Makkelijk. Oké? Dus heel snel, heel makkelijk. Vanaf nu, als je een schaduw maakt, voor tekst of likvat, ga je het nooit meer doen. Je gaat altijd gewoon slepen. Klaar. En dan je collega's gaan nog altijd bezig zijn met die kleine controleopties enzovoort. Enzovoort. Gaan we niet doen. Oké. De volgende is een heel stuk complexer. Dat is iets voor de geavanceerde mensen hier. Oké? Goed. Dat is het. Afbeelding van de lucht, afbeelding van de maan. Maan moet eruit gehaald worden. Dan kan je zeggen van, ah, maar dat ken ik. Ik ken iets van Photoshop. Ik ga naar hier gaan en ik zeg, oh, pardon, ik zeg hier bijvoorbeeld screen, ziezo. Dan is dat weg. Werd zwart weg. Is een neutrale kleur. Weet je nog, families? Neutrale kleur. Goed. Oké. Ik wil zo'n gloedeffect erop hebben, zo'n soort outer glow effect. Probleem is, als ik hier zeg outer glow. We hebben hem verplaatst naar onder. Ik weet niet waarom. Goed. Kijk dit. Waarom? De laag is niet transparant. Je verbergt gewoon maar stukjes. Ik wil die maan eruit hebben. Goed. We gaan gebruik maken. Terug naar normaal gaan. We gaan gebruik maken, dubbelklik, van deze opties. De blend if sliders. Dat is geavanceerde blending. Wat ga ik doen? Zeg van, kijk, alles wat in deze laag donker is, ja, ga ik transparant maken. Dus ik ga dit weghalen zo. Ja, en ik ga alt vasthouden. Ik ga dat openbreken om wat meer semi-transparantie te hebben. Pak nu op deze manier. Oké, pak nu zoiets. Goed, oké. En dan denk je waarschijnlijk van, oh, dat wist ik al. Dat was niet geavanceerd. Dit is de tip niet. De tip komt eraan. Kijk, als ik hier even kijk, je ziet duidelijk aan de thumbnail dat er zwart rond zit. Zie je? Kijk, ik wil wat ik nu zie echter uitsnijden op die manier. Maar als ik een selectie maak, Ctrl-klik of Command-klik, zie je dat hij duidelijk dat selecteert de laag zelf. Kijk. Rechtermuisklik, maak smart object, slim object. Rechtermuisklik opnieuw, raster. En nu zie je compleet vrijstaand. Geen blending modes meer, niks live. Dit is letterlijk wat je nog over hebt. En nu kan ik perfect zeggen, geef mij bijvoorbeeld mijn outer glow effect. Het is in dit genre, oké? Beetje fantasy-achtig. En nu ga ik hem misschien hier zetten. Maar ja, ik moet hem uiteraard achter de wolken hebben. Dus we gaan teruggaan naar hier. We gaan naar daar en we zeggen, als de laag die eronder ligt donker is, dus donkere wolken, wordt transparant. Oké. Kijk, ik druk hem hiermee, alt vasthouden, achter de wolken. En dit is live. Dus wanneer ik die maan verplaats, gaat die altijd achter de wolken zitten. Zie je? En iedereen zou wat doen in de plaats, wolken selecteren, wolken kopiëren, niet doen. Gewoon advanced blending. Kan je heel veel leuke dingen mee gaan doen. Dat zijn een paar tips in elkaar. Zeer leuk. Wil je het opnieuw zien? Kom straks even langs bij mij. Goed. Even kijken, ik heb 7 minuten. Interessant. Goed. Heel snel, performantie. De voorkeur van het programma. Photoshop CC opnieuw. Voor de Windows-gebruikers, menu Edit, bewerken. Heb je voorkeuren, net zoals bij Lightroom.
performance, dus de performantie van het programma. Heb je meer RAM-geheugen? Stel het hierin. Oké, okay, dit gaat vrij laag staan standaard. Geef Photoshop meer RAM-geheugen. En wat ik ook trouwens heel leuk vind, is de history states verhogen. Dat staat dan op 20, geloof ik. Ik heb altijd graag 50 of 100. Dan kan ik veel langer stap terug doen. Stap terug, stap terug, stap terug, stap terug. Vooral als je retoucheert, klik, 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 klik. Dat zijn allemaal stapjes. Dan zit je heel vaak aan 20. Dan kan je teruggaan. Oh ja, en trouwens, mensen zeggen van, ja, maar dat gaat niet. Ctrl-Z of Command-Z op de Mac. Want dan gaat hij terug en dan weer naar voren. Alt-Command-Z of Alt-Ctrl-Z op PC. Dan ga je effectief alle stapjes terug. Dus ja, dat kan. Oké? Okay? Gewoon extra toets bij. Goed. Dat was een hele korte tip. Goed, het volgende wat ik heb is het volgende. Heel wat mensen zijn bezig met focuspunt in de foto. Al ben je bezig met fotografie, moet je een interface maken, wat het ook is. We moeten het midden vinden van de canvas. Het absolute midden. Goed, gaan we dat doen? Je gaat bovenaan naar View, weergave. Daar ga je onderaan naar New Guide Layout. Hoe hebben ze dat vertaald? Ik denk hulplijn layout of zoiets. International, in ieder geval. Nemen we dat en daar kan ik rijen en kolommen instellen met hulplijnen. Maar dat is altijd variabels gebaseerd op de grootte van de canvas. Dus als ik hier gewoon zeg dat ik twee kolommen wil en twee rijen, heb ik hulplijnen die perfect het midden aanduiden. Mooi, ga ik gebruiken. Op deze manier, we maken daar een voorkeur van. Bijvoorbeeld nieuwe preset, midden, druk op oké. Als ik nu bijvoorbeeld in een andere foto, bijvoorbeeld hier, zeg van, ja, maar wat is het midden van de foto? Oké. Okay. View, Guide Layout, kies midden, druk op oké. Perfect, midden van de foto. Makkelijk. En als je dit dan doet, en je zet dit nog in als een handeling, als een action, kan je ook nog een sneltoets aan vastpakken als je wil. Gewoon een dubbelklik, boom, midden van de foto. Makkelijk, kan je blijven hergebruiken. Goed. Een heel luchtige, om stiltjes aan af te sluiten. Goed, je kan de interface instellen van je programma. Goed. Er zit een Easter egg in. Ik weet niet of iemand een Easter egg kent. Dat is een beetje een grapje van de programmeurs. Ook zij hebben humor. Als je even kijkt hier. Als ik een paar toetsen vasthoud. En ik klik. Dan krijg ik koffie. Of brood. Dus afhankelijk van hoe donker je de interface wilt. Ik hou momenteel Shift-Ctrl-Alt vast. Shift-Alt-Command op Mac. Ach ja, kleinigheidje, kan handig, grappig zijn. Dus ga je van koffie naar brood. Ach ja, kan je grapjes mee uithalen met je collega's. Goed. Oké, laten we eens kijken wat we nog allemaal hebben. Twee laatste tips om af te sluiten. Dus ik heb dus kijk hier. Eentje die ik wel leuk vind, is iets voor dit genre. Scherpte. Iedereen houdt van een scherpe foto. Heel wat manieren om op te scherpen. Ja, ik kan eventueel gaan naar filter, sharpen, iets sharpen-achtig kiezen. Ik kan naar camera raw gaan. En dan een camera raw scherpte. Heel veel opties. Mooi, top. Ik kan naar Lightroom gaan. Leuk. Dat is nog een andere manier om te scherpen. Goed. De andere manier die ik ga doen, is het volgende. Ik ga dit nu doen met lagen. Ik doe dit persoonlijk altijd als een smart filter. Dat is een beetje compacter wel. Maar je gaat het beter begrijpen wat ik doe als ik het met aparte lagen doe. Oké, okay? Goed. Ik dupliceer mijn laag. Command J of Ctrl J. Dupliceer de laag. En ik ga naar filter. Other. Waar je waarschijnlijk nog nooit iets hebt aangeklikt. Allee, toch niks om productief mee te zijn. High pass. High pass gaat het volgende doen. Die gaat in feite een soort filter toepassen op je beeld op deze manier. En wat doet hij? Hij gaat de randen herkennen van alle details in je foto. Hij gaat er een heel licht kleurtje aan geven, wit en zwart, om een contrast te genereren. En al de rest wordt gevuld met 50% grijs, neutraal grijs. Interessant. Ik ga dat even verminderen, het is veel te veel dit. Verminderen. Dit is ietsje te veel, maar ik ga het laten staan, want we zijn aan het projecteren en is het duidelijker voor jullie. Oké, goed, kijk. Al wat ik nu zie, de extra scherpe randen, dat wordt toegevoegd zo meteen als scherpte. Goed, druk op oké. Had ik nu maar een manier om 50% grijs transparant te maken. Weet je nog? Dodge and Burn. Dus ik moet iemand hebben uit deze familie. Die gaan dat doen. Overleg heeft mij een mooi resultaat. Ik ga het doen, scherpte tot daar.
Maar wat er hier volgt in de lijst, vooral deze hier, Linear Light, die is echt keihard. Als ik dit pak, dan gaat hij het 5-punt grijs weghalen en al de rest echt heel hard gaan toevoegen. En als ik zoiets pak, dan krijg ik eigenlijk zeer veel scherpte, zie je, van hier naar daar. En al detail springt er gewoon weg uit op die manier. Zie je? En dan kan je zo mee verder gaan. En het voordeel wat je hebt, is als je zoiets toepast, non-destructief, en ik ga het even doen, weg, maak slim object, filter high pass, ik ga het even laten staan wat ik had, druk op oké. En nu moet ik het zetten op linear light, het raakt hier niet, want er is geen laag die eronder staat, maar dubbelklik dit icoontje, dan heb je de blending opties enkel voor high pass, en die zet je op linear light. Net hetzelfde, non-destructief, want nu kan ik teruggaan naar high pass en de waarde aanpassen. Zeg van kijk, we gaan hem een tikje minder pakken. Signature bijvoorbeeld. Preview af, preview aan. Je ziet dat echt effectief echt wel fameus scheelt. Hè? Dus ik ga zoiets pakken, druk op oké. En dan heb je eigenlijk een zeer mooi resultaat en die ziet er echt haarscherp uit op deze manier. Masker heb ik niet nodig, delete masker. Ziezo, laag is opgescherpt, non-destructief, met een nieuwe techniek. Goed, allerlaatste tip. Even kijken. Zoiets bijvoorbeeld. Even kijken, ik kijk even naar de vriendelijke mensen van GZ. Hoeveel tijd heb ik nog? 5? Oké, okay. We hebben nog 5 minuten. Fantastisch. Zo'n filter die ik wel leuk vind, heb je waarschijnlijk al vaker gezien. In bepaalde effecten of bepaalde foto's. Dat is als je zo'n soort foto hebt, waar je heel wat kleinere elementen hebt, vaak zo'n straatbeeld, verkeer, mensen, enzovoort, enzovoort. Heb je soms van die rare effecten op foto's, waarbij het eigenlijk bijna lijkt alsof het een miniatuurmannetjes zijn, of een beetje speelgoedachtig, om het zo te zeggen. En dat kan je eigenlijk heel makkelijk gaan bereiken. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is een filter gaan gebruiken. Dus je gaat bovenaan naar het filtermenu, maar non-destructief, dus slim object, smart object, filter, blur gallery, tilt shift, die heb je nodig. Oké, tilt shift. Als ik tilt shift neem, dan krijg ik dit. Dan krijg ik een horizontale lijn, ik heb een middelpunt, dat is dat ding hier. Alles wat zich daartussen bevindt, dus die bovenste onderste lijn, blijft scherp. Alles wat van deze lijn loopt tot aan de stippenlijn, gaat gradueel vervagen. En alles wat er voorbij zit, is vervaagd. Nu, de truc zit erin om de juiste hoek te kiezen en de juiste instellingen. Ik ga dit wat dichterbij slepen. Ik ga trouwens dit ook dichterbij slepen. Ik ga het een fijnere gleuf maken om door te kijken, zogezegd. Ziezo, ik ga dat lager zetten. Voilà. En ik ga ook een beetje meer effect geven hier. Kijk, en dan krijg je al zo'n beetje zo'n raar effectje. Deze weg bijvoorbeeld. Oeps, draait een eentje voldoende. Zoiets. Vrij intensief voor jouw computer trouwens. Kom aan. Voilà. En dan heb je iets in dit genre. Dus dan zie je het er al zo wat schattiger uit. Op deze manier. Oké. Okay. Wordt grijnd als een live effect. Laat hem even zijn ding doen. Krijg je iets in dit genre. Zoiets. Ik ga trouwens nog een tweede effect toevoegen. Geen filter hier, maar de vibrance aanpassingslaag. Kan ik doen via hier, maar ik heb daar straks een tip gegeven dat ik het ook anders kan doen. Dus ik ga zelf doen wat ik vertel aan andere mensen. Ik ga naar vibrance gaan. We gaan hier best wat vibrance bijgeven. Echt zo super fel gekleurd maken. Dan wordt ze nog wel ietsje meer plastiekachtig, om het zo te zeggen. Die velbakjes enzovoort. Zie je, is leuk. Zie. En daarmee kan je zo van deze effecten gaan maken. Zo. Ziezo. Opnieuw kan je gaan opstaan als een preset op deze manier. Ik denk zelf dat ik stiekem nog een tijd heb voor één extra tip. Oeh, onverwacht. Leuk. Goed. Als je zoiets hebt. Je hebt een afbeelding. Dan moet ik een afbeelding erbij pakken. Ik pak nu deze bijvoorbeeld. Iets wat ik ook vaak zie is mensen switchen. RGB, CMYK, grijswaarden. Switchen van kleurmodus. Kan je ook leuke dingen mee doen. Met slimme objecten bijvoorbeeld. Met smart objects.
Bijvoorbeeld, wat heel vaak gebruikt, is mensen zeggen van kijk, ik ga mijn beeld naar grijswaarde overbrengen, omdat ze willen laten drukken. Ja? Drukken mag enkel zwarte inkt zijn, trouwens. Maar het probleem is, als ik hier ga naar de grayscale optie, grijswaarde, en dan zegt hij, ja, moet ik alle kleurinformatie weggooien? Zeg van, ja, doe maar, gooi mij weg. Boom, weg. Okay. Als ik naar mijn kanalen kijk, één kanaal. Gaat correct in druk gaan, enkel zwart. Goed. Het probleem is, ik heb geen controle over de omzetting. Dan zeg je van, oké, annuleer. In dat geval ga ik naar een aanpassing, want ik heb een black-and-white aanpassing. En dan kan ik zelf kiezen wat ik ga doen. Oké. Okay. Bijvoorbeeld, ik ga dit wat lichter maken, zo. En ik ga dat zo doen. Anyway, je bent maar bezig. Dan denk ik, oké. Kijk, heb ik een mooier zwart-wit, maar ik eindig met RGB-kanalen. Dus dit gaat drukken in vier kleuren. Niet enkel zwart. Dat is een probleem. Goed. Dus als je nu zou gaan naar grayscale, ja, goed, dan gaat het gefixt zijn. Geen probleem. Maar dan heb je weer alles kwijt. Je kan nooit teruggaan. We willen altijd teruggaan naar wat we ook doen. Dus opnieuw, dit is wat geavanceerder. Annuleer. Wat ga ik doen hier? Ik zeg modus. Ah, sorry, modus. Slim object. Klaar. Nu heeft er een mini-backup gemaakt. Nu kan ik bijvoorbeeld zeggen dat ik naar grayscale ga. Niet rasteren. Ja, we gooien de kleuren weg. Dan heb ik dit. Gray. Blijft een slim object. Als je zegt van ja, ik kom mijn kleuren terug, ga gewoon terug naar RGB. Niet rasteren, je hebt je kleuren terug. Dus je kan wisselen van kleurmodus via smart object als je wil. Okay? Dat is al wel geavanceerder voor heel wat mensen. Daar kan je heel veel mee doen. Dus ik kan zelfs zeggen, in het smart object, aanpassingslaag, de juiste aanpassingslaag uiteraard, namelijk black and white. Black and white, hetzelfde principe, klik op het knopje, maak aanpassingen. Deze manier, klaar, sluit, ga naar hier, gooi dit weg, don't rasterize, discard. Ziezo. Wat heb ik nu? Eindresultaat. Afbeelding. Perfect manipuleren wat ik kan aanpassen, wat niet. In één kanaal gaat perfect in zwart drukken. Maar dat is een slim object. Als ik zeg van ja, ik ben toch niet 100% tevreden. Geen probleem. Open slim object. Pas de aanpassingslaag aan. Bijvoorbeeld dit hier. Zoiets. Veel mooier. Ben je klaar? Sluit het gewoon. Keer terug naar de hoofdcompositie. Eindig perfect met één kanaal. Save, druk, klaar, altijd in zwart. En je krijgt altijd controle, je kunt altijd teruggaan. Ziezo. Ik ben over mijn tijd aan het heen gaan. Ik dank jullie zeer. Veel plezier vandaag.